Pek is dinsdag in de tweede ronde van de KNVB-beker ontsnapt aan een regelrechte blamage tegen amateurs van Kozak Boys. Bij de zegen van Nekopstreek genoot Achilles apostrof 29 was er een hoofdvol weggelegd voor de video-scheidsrechter. In Zwolle kwam met pik van trainer John van Itschip met de schrikvrij tegen tweede divisionist Kozak Boys. De verrassende nummer 4 van de eredivisie rekende pas in de verlenging af met de Brabanders. 3-2. De amateur zou het werken dan? Die in het seizoen 2015-2016 nog stunten met een plek in de achtste finales van de KNVB beker maakten het pack bijzonder lastig en capituleerden pas na M105 minuten spelen. Jaunes namelijk had de torenhoge favoriet wel al vroeg op voorsprong gezet, maar kort na rust kwam Kozak en Boys knap terug door een goal aan Metella Zoeti. De amateurs wisten die stand lang vol te houden. Maar met nog een kwartier op de klok was er toch raak via Filip Sandler. Vlak voor tijd dwong Verwoon Stout als nog een verlenging af. Daarin golfde het spel in de eerste helft op en neer. Maar op slag van de korte onderbreking benutte Erik Bakker een strafschop na een overtreding op Jan Thomas. Kozak en Boos was er nog één keer dichtbij. Maar doelman Mickey van reed redde pick en liet de Zwolse ploeg na 120 minuten opgelucht ademhalen. Nek eerder op dinsdagavond won een tiental van Nek op eigen veld met 3-0 van buurman Achilles uit Groesbeek. Die eveneens met tien eindigde in de Nijmegense Goffert. Bij de Derby was een belangrijke rol weggelegd voor arbiter Dennis Ziegler. De scheidsrechter van dienst liet zich twee keer overroelen door de video e e die in de eerste helft een gele kaart voor Nijmegen verdedigers Suwently Albero in rood omzette en naar rust een strafschop voor de Nijmegenaren terugdraaide. Ondanks de man-minder situatie ging de thuisploeg toch met een voorsprong rusten. Twintig minuten nadat Ziegler door de video scheidsrechter was overtuigd om Albero met rood te bestraffen voor een harde tackle opende Arnoud Groeneveld te scoren namens de ploeg van trainer Adrie Bogers. Ruim 10 minuten na de hervatting sloeg de videoref opnieuw toe. Vlak nadat Achilles-speler Juremi Fellomina met zijn tweede gele kaart was weggestuurd door Igler, zette de video-scheidsrechter een penalty voor Nek om in een vrije trap. Uit die vrije trap kwam Nek echter wel tot scoren. Achilles-doorman Timo Plato kreeg de bal niet onder controle waarna Ferdie Glu van dichtbij kon binnentieken. In de slotfase bepaalde Mohamed Raïd de eindstand nog op 3-0. FC Twente FC Twente bekende relatief eenvoudig verder ten koste van FC Eindhoven. Tom Boeren was met twee doelpunten tegen zijn oude werkgever de grote man in de Golsgveste, 3-0. De spits opende na een klein half uur de score in en schede en verdubbelde de marge vlak na de hervatting. In de 56 e minuut maakte Adnan tigadou Auni vanaf 11 meter een einde aan alle Brabantse hoop. Dat gebeurde na ingrijpen van de video-scheidsrechter, die een handspel constateerde bij een vrije trap van Twente en naar de penalty-stipwis. tigadou Auni schoot vervolgens koerbloedig raak. 7-klapper. Fortuna Sittard, de nummer 3 van de Jupiler League, dronk ten koste van competitiegenoot Goa het Eagles jachtgestort tot de derde ronde. 3-0, FC Den Bosch moest thuis buigen voor C Camper, 0-2, RKC had voor eigen publiek geen enkele moeite met de amateurs van de treffers en noteerde een 7-klapper. De Groesbeekers, die uitkomen in de tweede divisie, gingen met 7-0 ten onder in Waalwijk. Stutploeg VVSB, twee jaar geleden halve finalist en vorig seizoen bij de laatste 16, won in en van Katwijk, 1-2, en GVVV was verantwoordelijk voor de uitschakeling van koninklijke HFC, 1-0.